Dat is uw moeder, hè? Bovenste is mijn moeder, ja. Een gescheiden moeder had u, hè? Ja, een gescheiden moeder, ja. En communiste. En communiste, ja. Heeft dat uw opvoeding erg beïnvloed? Nou, wij hadden voor de oorlog alle Duitse Joden in huis. En vluchtelingen kwamen ook bij ons thuis. En dan hoorde je dus de verhalen die er gebeurden in de concentratiekamp. Die heette toen nog geen concentratiekamp, maar dat weet ik niet. Ja. Dus u was snel op de hoogte van wat er mis was? Wij waren snel volwassen. Ja. Ondanks dat ik dus 14 was, 13 was. Wat waren uw eerste verzetsdaden eigenlijk, toen u nog 14 was? Toen ik nog 14 was, maar dat was eigenlijk op Koninginnedag. Koninginnedag was 31 augustus. Ja. En daar hebben we pamfletten verspreid. En dat viel toen al onder. Vroeger viel het al onder verzet. Wat stond daarop dan? Dat Nederland moet vrij blijven. Ja. Niet dat onder is de 1940. Duits. Ja, 1949. Ja. Dat was al gevaarlijk eigenlijk om te verspreiden. Nou, het leek nog niet zo gevaarlijk, maar dat was het eigenlijk wel. Want u hebt Hannie Schaft eigenlijk pas in 1943 ontmoet, heb ik begrepen. Ja, volgens mij in 1943. Ja, wat vond u van haar toen? Wat voor een vrouw dat was? Ja, zij vond ons stoere meiden. Ja. Zij was zelf een beetje teruggetrokken, een beetje... Een dametje? Ja, dat was ze zeker, ja. En ze vond het erg dat ze haar moest verven. Ja? Want ze had heel mooi rood haar. Ja. En daarvoor hebben ze ook wel eens... Hannie en mij verwisseld, omdat ik had zwart haar van mezelf en ze hadden het laten verven. Freddy draagt vaak vlechtjes om er nog jonger uit te zien. Dan de robots. Ja. Dat was uw tactiek dan, hè? Eigenlijk. Ja, natuurlijk. Ze konden hem overal voor gebruiken. Ja. Ik kon altijd voor die tijd ergens aanbellen. Als er nou iemand ergens woonde, ze dachten die deugd niet, hè? Ja. Dan moesten we het nagaan van onze commandant. Dan belde ik aan. Daarnaast. En dan vroeg ik dat ik misschien daarnaast een kamer kon huren. He, zei, wil je bij die mensen? Nou, zou ik me niet doen, weet je wel. Dan hoorde je al dat het mis was. Ja. Dus zodoende kwam je echt te weten dat iemand die dus bekend zijn dat ze niet deugde. En het ging niet om gewone NSB'ers. Dan had hij wat op ze geweten. En zo moest je dat te weten komen van je commandant. U had zelf ook een pistool? Ik had de 7,65, een Mauser. En daar hebt u ook mee geschoten op mensen? Ik heb op mensen geschoten en ik heb ze ook gedood, ja. Ja. Hoe kunt u dat, voelt u dat nog, hoe dat was? Nee, dat is weg. Ja? Ja. Er waren ook plannen om de kinderen van Seyss-Inquart te ontvoeren, hè? Ja. Seyss-Inquart, dat was dus de opperbevelhebber van Nederland. Ja, van de Duitsers. Van de Duitsers. Ja. En wij wisten niet eens dat hij kinderen had. Maar toen hebben we daar direct nee op gezegd. Geen kinderen betrekken bij dergelijke aanslagen. Deze tentoonstelling gaat over Hannie Schaft en de zusjes Oversteeg. Ja. Vindt u ze helden? Ja. 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 Ik weet niet of ik het ooit gedurfd zou hebben, dat weet ik dus niet. Ik leefde natuurlijk wat dat betreft in een vrij beschermde omgeving. Ja. Maar mijn vader was wel erg fanatiek, maar wat hij uitgespookt heeft in de oorlog, weet ik niet. Nee. Dat werd strikt geheim gehouden. Heeft hij nooit verteld ook dan? Hij heeft nooit verteld, nee. Voelt hij zichzelf een held? Alsjeblieft, nee zeg. Want Hannie Schaft wordt toch wel beschouwd als... Ja, maar Hannie leeft niet meer. Nee. En als je leeft wil je geen held zijn. Nee. Maar u bent toch net zo moedig geweest als Hannie Schaft? Ja, maar met het woord held zou ik niet kunnen leven hoor. Nee? Nee.